Wij staan nu op het Papa-platform en het Juliet-platform. We hebben op Schiphol ongeveer 30 van dit soort parkeerplaatsen waar we tijdelijk vliegtuigen kunnen parkeren. De meeste machines intercontinentaal komen op de gate binnen, passagiers gaan eruit. En door de langere grondtijd halen we ze van de gate af, verplaatsen we ze naar zo'n bufferpositie om weer ruimte te maken voor de volgende inkomende vlucht. En als we hem daarna weer nodig hebben, dan halen we hem weer op, zetten we hem weer terug op de gate en dan gebruiken we hem weer voor de uitgaande vlucht. Om dit soort posities uit elkaar te houden op Schiphol gebruiken wij allerlei benamingen uit het NAVO-alfabet. Zo hebben we bijvoorbeeld het Juliet-platform, het Papa-platform. Achter mij zien we bijvoorbeeld Papa 14. En zo hebben we ook het Uniform-platform. Daar worden op dit moment werkzaamheden verricht om extra ruimte te creëren om dit soort machines tijdelijk te kunnen parkeren. Dit soort posities gebruiken wij met name voor de grotere machines die worden gebruikt op intercontinentale vluchten. Zoals bijvoorbeeld die KLM hier achter mij, Boeing 747. Dat is een vrij grote machine, dus ook vrij grote posities. We'll be right back.